Goedemorgen, middag of avond iedereen. Welkom bij dit deel van de serie gesprekken die wij voeren in het kader van de Warandelezing. En met dit jaar als onderwerp Weet wat je eet, de noodzaak van een nieuw voedselsysteem. Mijn naam is Stijn. Ik denk dat ik voor de kijkers thuis niet zichtbaar ben vandaag, maar dan weten jullie waar deze stem vandaan komt. Ik ben een van de twee interviewers vandaag. En in deze serie gesprekken, zoals u weet, lopen we vooruit op de daadwerkelijke lezing, die hopelijk later dit jaar alsnog fysiek kan plaatsvinden. En vandaag doen we dat samen met Jaap Korteweg. Ja, vandaag gaan we praten met Jaap Korteweg, negende generatie boer, ondernemer en misschien binnenkort werelds grootste slager. U kent hem natuurlijk allemaal als de oprichter van Vegetarische Slager, het bedrijf dat al sinds 2010 probeert om dieren uit de voedselketen te halen door een volledig en lekker alternatief te bieden voor vlees. De Vegetarische Slager is inmiddels een kleine 3 jaar geleden aan Unilever verkocht en momenteel houdt Jaap zich druk bezig met een hele bijzondere missie, de beste dierenvrije kaas maken met zijn nieuwste onderneming Those Vegan Cowboys. In dit gesprek zal de focus liggen op de rol van ondernemers en consumenten bij de transitie naar een nieuw voedselsysteem. Om vandaag te beginnen, ja, natuurlijk eerst welkom Jaap. Hoe is het? Ja, prima. Het is hier een prachtig plaatje. Lang geleden dat er zoveel sneeuw heeft gelegen. En dat in combinatie met dat prachtige zonnige weer is dat. Ik zit er wel van te genieten. Ja. Goed om te horen. Ik denk dat we er allemaal wel van de sneeuwpret hebben genoten. Zoals al eerder aangekondigd, hebben we het vandaag over de duurzaamheid van ons voedselsysteem. Wat betekent de noodzaak voor een nieuw voedselsysteem voor jou? Waar denk je aan bij dit onderwerp? Ik denk vooral aan de kansen die het biedt op een mooiere wereld. Dus kijk, wat je nu ziet is dat ik ben natuurlijk met de vegetarische slager begonnen, zo'n 13 jaar geleden. En nu bezig met ook plantaardige zuivel. Those Vegan Cowboys, eigenlijk de nieuwe melkkoe, de roestvrijstalen melkkoe. Nu wordt 80% van het landbouwareaal wereldwijd gebruikt voor de vlees- en zuivelproductie. En op het moment dat we kunnen switchen naar een plantaardig vlees- en zuivelsysteem, naar het nieuwe vlees en de nieuwe zuivel, dan betekent dat we van die 80% maar een klein gedeelte nodig hebben. Want je kunt ongeveer 3 keer zoveel plantaardig vlees en zuivel produceren van dezelfde oppervlakte. Dus dat zou kunnen betekenen dat de situatie van zo'n 60, 70 jaar geleden qua natuur wereldwijd, dat die weer terug kan komen. Sommige mensen zullen misschien de docu gezien hebben van Sir Attenborough, die in zijn leven, die man is nu in de 90, dat natuurlijk enorme teleurgang heeft gezien van de natuur. Maar dat kunnen we keren, dat proces. Hè. We kunnen eigenlijk weer terug in die tijd. En dat is een prachtig vooruitzicht, ondanks, met een bevolking van 10 miljard in plaats van 2 miljard toen hij jong was, is dat toch mogelijk. En dat is vooral, heel hoopgevend en mooi om aan te werken. Ja, absoluut. Zeker. Inderdaad, ook mooi hoe je dat zegt, inderdaad. Dat het een kans is voor een mooiere wereld. En uit een eerder gesprek dat ik had in het kader van deze serie gesprekken bleek dat we die verantwoordelijkheid met z'n allen moeten dragen. Dat we daar met z'n allen een rol in spelen. Wat zijn volgens jou belangrijke stakeholders in de hele keten, in de hele voedselketen, om deze transitie te gaan bereiken met z'n allen? Nou, ik denk in ieder geval dat de stakeholders die daar een groot belang bij hebben, dat zijn de huidige vlees- en zuivel stakeholders. Hè? Dus dat zijn de boeren, dat zijn de vleesbedrijven, dat is de retail. Die hebben daar allemaal belang bij. En om eventjes toetspitsen op de zuivel. Nederland is natuurlijk op het gebied van zuivel, trouwens vlees ook. Echt een hele grote speler. We zijn echt een zuivelland en hebben daarin een belangrijke positie wereldwijd, ook op het gebied van kennis. En kwalitatief goede producten, hoog productief en goede kostprijs. En ik denk dat het van groot belang is dat de traditionele zuivelindustrie, die nog gebruik maakt van koeien en geiten, dat die daar tijd op inspeelt. En ik denk daarbij een belangrijk voorbeeld is wat er nu gebeurt in de automobielbranche met elektrisch rijden, met Tesla. Je ziet dat bedrijf, eigenlijk een outsider, hè, van buiten de autobranche, maar begon is met een compleet nieuw concept, elektrische auto.
ja, toch eigenlijk alle gevestigde merken voorbij streeft. En zijn bedrijf is nu meer waard dan alle Duitse autofabrikanten bij elkaar. Hij gaat nu een fabriek bouwen in Duitsland. Dus je ziet hoe kwetsbaar het ook is en hoe kritisch. Als je niet op tijd de bakens verzet. Dus dat is wel een oproep. Ik denk dat met vlees en zuivel precies hetzelfde gaat gebeuren als met de energie en met de automobiliteit. Dus kijk, en het is gewoon fijn als zo'n transitie gepaard gaat met zo weinig mogelijk pijn. Dus graag met zoveel mogelijk met de spelers die nu ook actief zijn. Ja, dus dat vereist inderdaad ondernemerschap van nieuwe partijen, maar misschien, wat je al zegt, nog wel belangrijker, van bestaande partijen. Dus als ik het zo begrijp van jou, dan zou je ook zeggen dat huidige boeren en huidige ondernemers inderdaad met misschien nu nog een hele stal met melkkoeien, dat die misschien juist in dat gat zouden moeten springen. Zeker. Kijk, en je ziet vaak wel dat zo'n transitie toch ingezet wordt door een buitenstaander. Maar goed, het is voor de bestaande partijen van belang om dat op tijd in te zien en gewoon mee te doen. En dat is in ieder geval wel mijn inzet om dat zoveel mogelijk te doen. Dus we hebben dat met de vegetarische slager ook gedaan. Gelijk samenwerken met slagers, met vleesbedrijven, met vleesbrands. En met succes. En je ziet ook dat het dan heel veel positiviteit geeft. Dus we hebben al heel vroeg samengewerkt met Unox. Met Mora bijvoorbeeld. En dan zie je wanneer je goede producten maakt dat in zo'n team, in zo'n innovatieteam, maar ook in zo'n salesorganisatie. Wanneer ze enthousiast zijn over producten, dat ze er ook echt lol in krijgen. En, nou ja, en als ze zich dan realiseren dat het ook nog eens drie keer zo duurzaam is. En dat je ook vooral hele blij klanten krijgt. Want dat zie je natuurlijk wel, dat vaak de klanten van dat soort nieuwe producten. Ja, dat zijn toch mensen die positief kijken daarnaar. We hebben bijvoorbeeld ook bij Mora gezien dat zij ineens hele positieve berichten kregen op social media en zo. Het werd echt een geliefd product. Terwijl ze daarvoor toch ook gewend waren, hele kritische consumenten en vaak alleen maar gedoe, weet je wel. Dus het is vooral een hele positieve beweging en stap er op tijd in. Maar is er dan ook veel tegenstand? Want ik kan me ook voorstellen dat de vleesindustrie is een redelijk traditionele industrie. Dat er ook wat geluiden zijn die juist het op vlees willen houden. Of valt dat wel mee? Ja, dat, natuurlijk is dat ook aan de orde. Alleen daar heb ik niet zoveel mee te maken. Want dat zijn natuurlijk niet de bedrijven waar wij daarmee te maken hebben. Die zoeken ons niet op. Ja, misschien in de pers of zo. Dus dat speelt natuurlijk wel. Ik weet dat ik ooit door de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie gevraagd werd om te spreken op hun 125-jarig jubileum bestaan. Mm-hmm. En dat vond ik natuurlijk heel leuk om dan daar een verhaal te doen voor de Nederlandse slagers. En mijn visie te geven op hoe de slagerswereld en de vleeswereld er over 25 jaar uitziet. Hè, met het 150-jarig bestaan, dat het dan vooral plantaardig vlees zal zijn. En dus die organisatie die wilde dat graag, maar toen hadden ze de uitnodiging gestuurd, kreeg ze toch heel veel. Er waren natuurlijk honderden slagers uitgenodigd en misschien dat het toch enkele tientallen waren die heel boos waren. Dus toen hebben ze toch gezegd, kom maar niet, want ja, dit moet wel een feestje worden. En dat soort dingen heb je natuurlijk wel. Hè? Dat gebeurt natuurlijk ook. Er is natuurlijk een conservatief deel wat zich bedreigd voelt en vast wil houden aan het oude. Ja, dat heb je altijd. Maar dat is toch niet de grote lijn. Okay. We zien dat de grote vleesmerken eigenlijk allemaal bezig zijn. Nu zelfs bijvoorbeeld Vion, hè, de grootste slachter. Ik geloof zelfs de ene grootste van Europa, een Nederlands bedrijf. Die nu ook een fabriek hebben gebouwd voor vegetarisch vlees. Veel positieve voorbeelden dus in de industrie. En die hebben zeker ook een grote impact, die nieuwe transitie. Maar wat vind je eigenlijk van bedrijven die dus die verantwoordelijkheid niet nemen en nog steeds gewoon veel schade aan blijven richten zonder er ook maar een kop in het zand steken eigenlijk? Nou ja, dat is jammer. En ze beschadigen natuurlijk nu daarmee onze leefomgeving. Maar vooral denk ik dat ze toch ook hun eigen voortbestaan onmogelijk maken. Want uiteindelijk gaat dat gewoon verdwijnen. Dus het is in ieder geval bedrijfsmatig. Is het geen verstandige keuze. Ja, duidelijk. Eind 2018 heeft u natuurlijk besloten om uw eigen onderneming te verkopen, de vegetarische slager, aan Unilever. Was het een bewuste keuze aan Unilever vanwege dat zij zo bezig zijn met sustainability en dat soort dingen hoog in het vaandel hebben staan?
Ja, het was wel zo dat Unilever bij ons op de eerste plek stond. Maar we werden door heel veel partijen benaderd in die tijd. Ik denk, we hadden een soort top 10 lijstje van ondernemingen qua overnamepartner. En daarvan hadden zich er al 5 zelf gemeld. Maar we zijn echt door honderden partijen benaderd. Maar inderdaad, Unilever stond bij ons bovenaan. En gelukkig hebben zij zich ook zelf gemeld. Ongeveer 1,5 jaar voordat de overname plaatsvond. En wat gaf nou echt de doorslag? De doorslag gaf dat zij... Je gaat natuurlijk gesprek aan, onderhandelingen. Dat het mij duidelijk is geworden dat het ze echt ernst was. Dus wij hadden natuurlijk een missie toen ik het bedrijf begon. We begonnen met een klein winkeltje in Den Haag van 30 vierkante meter. Ja. En toen zei ik al van ik wil dat we de grootste slager van de wereld worden. Niet de grootste vegetarische slager, maar de grootste slager. Want de slager van de toekomst is een vegetarische slager. Dat was mijn idee en mijn wens. En Unilever die nam dat serieus. En nou ja, goed, ze hebben natuurlijk een wereldwijde organisatie met sales teams in, ik geloof, 180 landen of 190 landen. Ze zitten over heel de wereld. Dus als er één partij is die dat kan, dan zijn zij het. En het was me duidelijk dat het ze echt ernst was. Hè. En dat zie ik nu ook. Het is nu ruim 2 jaar geleden dat de overname heeft plaatsgevonden. En als ik zie wat zij nu geïnvesteerd hebben in de organisatie. Hè, dat is ons productontwikkelingsteam is vertienvoudigd. Ik heb afgelopen week nog een praatje gedaan voor de Butchers Academy. Dat is zeg maar de opleiding van de mensen die wereldwijd onze producten verkopen. Ze zijn nu geloof ik in ruim 40 landen zijn ze al op de markt. Hè, van Singapore tot China tot Zuid-Amerika, ze zitten echt overal. Maar ja, dat hadden wij zelf nooit voor elkaar gekregen. En mijn idee was toen ik begon met de vegetarieslagen, mijn idee was om de bio-industrie overbodig te maken. Het industriële vlees. Ik wilde niet iets leuks doen voor een select gezelschap, een niche-merk met een mooie marge. Ik wilde gewoon impact hebben. En ik wilde gewoon de kilo knallen. Ik wilde groot worden. Om ervoor te zorgen dat we die dieren niet meer nodig hebben. En zo heb ik eigenlijk alle aanbiedingen bekeken, alle samenwerkingen bekeken. Die heb ik gewoon gelegd naast ons doel om zo snel mogelijk, zo groot mogelijk te worden. Nou ja, dan was Unilever een hele logische partner. En toen wij die stap gezet hebben, toen waren er nog veel mensen die zeiden, nou ja, we moeten nog maar zien of dat inderdaad gebeurt. Hè, of dat ze... Maar goed, het is nu al heel duidelijk. Afgelopen jaren groei van 70%. Ik geloof dat we van de 400 merken onder Unilever het hardst gegroeid zijn met 70%. Dus ja, dat mooi is om te zien prestatie. Dat er... Ja, mooi om te zien dat er zulke stappen genomen zijn. Ja. Het was en is natuurlijk ook een schaalbaar product, denk ik. Maar inderdaad ook goed om te zien dat dus ook blijkt te werken. Speel je zelf eigenlijk nog een rol nu, actief binnen de vegetarische slager? Of meer vanaf de zijlijn? Meer vanaf de zijlijn. Nou ja, ik ben het gezicht nog. En dat is ook, dus ik heb geen enkele verplichting. Maar ik vind het leuk om te doen, omdat nou ja, het klikt heel goed met het huidige team. Met mijn opvolger, die doet het echt fantastisch. En ik zit nog in het smaakpanel. Hè, en dat is gewoon leuk om betrokken te zijn bij de nieuwste innovaties. En ik ben adviseur, dat is natuurlijk een hele nou ja, vrije rol. Maar ik moet zeggen, ik heb er weinig aan toe te voegen. Want ja, ik bedoel, ze doen het echt beter dan ik het zelf had kunnen doen. Dus ik hoef niet veel te adviseren. Nou, precies. Maar fijn dat het toch in goede handen is dan. En natuurlijk, het smaakpanel is ook niet geheel overbodig uiteraard. En dat is vooral ook heel leuk. Ja, ja prachtig om te zien. Er zitten prachtige dingen aan te komen. Mooi, goed om te horen. Ja, we hebben het gehad net, je noemde het al, grote groei, dus 70% in het afgelopen jaar, het snelst groeiende merk onder Unilever. Daaruit blijkt al wel dat er veel interesse is, ook vanuit de consument, in dit soort vernieuwende producten. Zijn er nog andere dingen waaraan jij merkt dat die interesse vanuit de consument groeiend is, buiten puur de afname en de interesse in die cijfers? Ja, op zich is dat natuurlijk wel het duidelijkste signaal. En eigenlijk nu al... En dat is wel een verschil. Toen wij met de vegetarische slager begonnen natuurlijk, toen was het voor veel mensen nog onvoorstelbaar. Als je toen marktonderzoek had gedaan, dan was dan nooit uitgekomen dat dit zou gebeuren. Maar nu blijkt het ook uit marktonderzoeken. Dus dat betekent dat er iets in de samenleving gaande is, breed, wat in deze richting werkt. Dus het is vooral een kwestie nu van goede producten op de markt brengen. En dat is het fijne. Hè? Het zijn natuurlijk echt grote partijen die erin investeren nu. Unilever is een voorbeeld, maar er zijn er nog veel meer.
Silicon Valley zitten ook een aantal bedrijven die hier veel, veel in investeren. Ook vaak de tech-ondernemers die investeren in deze in het nieuwe voedsel, in het nieuwe vlees, in de nieuwe zuivel. Dus er is heel veel innovatiekracht nu. En de wil bij mensen is er. Maar het moet gewoon lekker zijn, het moet gewoon goed zijn. Mensen willen niks inleveren. Maar ja, alles wijst erop dat dit in een versnelling komt. Het zit al in een versnelling. Het groeit met dubbele cijfers. Maar we gaan ook toe naar een soort omslagpunt dat het ook goedkoper gaat worden. Nu zijn de producten vaak nog duurder dan de dierlijke variant. Ik verwacht dat we binnen 10 jaar naar een situatie komen dat het qua prijs vergelijkbaar is. Wanneer we zo'n 20% marktaandeel hebben, zitten we toch nog in een schaalnadeel. In essentie is het goedkoper omdat het duurzamer is. Je hebt minder input nodig. Maar daarna denk ik dat het in zomaar 10, 15 jaar compleet kan kantelen. En dat we zo in 2040, 2050, dat dan 80% van de vlees en zuivel plantaardig zou kunnen zijn. Je kunt gedachten lezen. Dit was exact mijn volgende vraag inderdaad. Wat je verwacht dat die prijsontwikkeling zou gaan doen, omdat het op dit moment nog vaak de duurdere optie is. Maar goed om te horen dat het waarschijnlijk gaat kantelen. En ik kan me daar ook iets bij voorstellen inderdaad, dat je zegt dat het de meest duurzame optie is. En normaal gesproken zou dat ook de meest gunstig geprijsde optie moeten zijn. Een andere vraag die me opkomt als ik hier naar luister. Want je zei eerder, het doel met de vegetarische slager was de grootste slager ter wereld worden. Mm-hmm. Nou, dat is misschien nog steeds het doel, ook van het huidige management. Zeker, maar, dat nemen ze nu, ja. Ik hoor je nu ook over de concurrenten die ook bezig zijn met eenzelfde soort transitie. En in deze situatie kan ik me voorstellen dat je misschien ook de concurrent tot op zekere hoogte zou toejuichen misschien wel. Zeker, zeker. Maar dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Hè? Okay. Ik heb altijd concurrentie toegejuicht met één maar. En dat is dat ze dan... Wat we wel gezien hebben is dat... wij zijn eigenlijk vanaf het begin hard gegroeid. Hè? Met 50%, soms nog meer. En dat je dan zag dat anderen er ook in... Maar met slechte producten. Te snel. Omdat ze zagen het is een groeimarkt. En dat is natuurlijk heel schadelijk. Je moet wel... Want de consument is natuurlijk kritisch. Is natuurlijk iets gewend. En er is niks erger dan het vooroordeel, wat toch nog bij veel mensen leeft, van het is gewoon geen echt vlees, het is gewoon niet zo goed als het origineel, dat je dat bevestigt met slechte producten. Dus heel graag concurrentie, maar alsjeblieft wel met goede spullen. Ja, maar moet het echt op vlees lijken, of is dat... Of het verschilt, neem ik aan, wel per vlees vervangen. Want toen wij begonnen, zei iedereen, waarom moet het op vlees lijken? En er waren veel anderen die dat niet deden, die dan bijvoorbeeld groenteburgers maakt of zo. Dat is natuurlijk ook prima voor een beperkte groep. Maar laten we zeggen dat 90% van de mensen houdt van vlees en vleesproducten. En daar moet je dus goede kopieën van maken. Ja, als het nog lekkerder is, is het beter. Dat is natuurlijk prima. Maar er zijn een aantal populaire vleesproducten. En die zijn niet voor niks populair. Die hebben zich bewezen. En het zijn ook, ik zeg hier ook bewust, het zijn producten. Hè. Het is niet een stuk dier. Er groeien geen gehaktballen aan koeien of braadworsten aan varkens of frikandellen aan weet ik van wat. Dat is niet. Het zijn door mensen ontwikkelde producten. Daar zit vlees in, maar er zit ook van allerlei andere ingrediënten in. En die vinden mensen lekker. En die hebben zich bewezen. Ja. Er is niks handiger dan dat gewoon goed kopiëren. Eigenlijk hetzelfde ook wat Tesla heeft gedaan met de elektrische auto. Die heeft gewoon een auto gemaakt die gewoon nog net een tandje sneller is. Of een tandje meer dan een tandje. En er goed uitziet. Hè, om echt de autoliefhebber in het hart te raken. Die heeft niet gekozen om een heel zuinig, licht elektrisch autootje te maken. Want dan zegt iedereen, daar wil ik niet in rijden. Of tenminste niet de echte autoliefhebber. En dat is wel de aanpak die je moet hebben om de echte vleesliefhebber, om die te bereiken. Is dat ook dezelfde aanpak die je nu toepast bij Those Vegan Cowboys? Dat echt een... Ja. Ja, absoluut. Dus nu is het zo dat... Kijk, voor de voedingswaarde hoef je het niet te doen. Hè? Kijk, mensen zouden prima over kunnen schakelen op plantaardig dieet en heel gezond en duurzaam eten. Dat is eigenlijk het allerbeste om gewoon bonen te eten. Er zit heel veel eiwit in. Je hebt natuurlijk dat helemaal niet nodig, maar... Kijk, we zijn eraan gewend en we zijn natuurlijk toch creatieve wezens. En iets wat we gewoon fijn vinden en lekker vinden, ja, dat willen we natuurlijk gewoon hebben. En dat willen we consumeren. Dus daar sluiten we op aan. Je ziet dat de bonenconsumptie de laatste 50 jaar, onder invloed van toch toegenomen welvaart, alleen maar is gedaald. Ik bedoel, ik vind bonen best lekker. Maar je ziet toch in het algemeen dat het mensen steeds minder bonen zeggen. Nee, terwijl dat natuurlijk de meest duurzame vleesvervanger is. Dus de toenemende welvaart
is er steeds meer vraag naar kwalitatief hogere producten. Want een bonen is natuurlijk hele saaie, simpele dingen. De vleesconsumptie is de afgelopen, ik weet niet precies, maar laten we zeggen de afgelopen 40 jaar is die gewoon verdubbeld of zo, 50 jaar. Ja. Mensen zijn gewoon twee keer zoveel vlees gaan eten. We aten natuurlijk helemaal niet zoveel vlees, omdat het te duur was in het verleden. Ja. En nu met Doos Vegan Cowboys is op zoek naar de perfecte veganistische kaas. En dat is nu dan weer vanuit een wat kleinere en meer ondernemende organisatie misschien. Is dat een bewuste keuze? Want ja, je ziet nu ook de grote stappen die er bij de vegetarische slager gemaakt worden. Met het grote kapitaal daarachter en in een grote organisatie. Zou dat misschien niet een betere startomgeving zijn voor deze zoektocht? Nou ja, als dat, iedereen is vrij om dat te doen. Hè? Ik bedoel, ik sta niemand in de weg om een multinational of zo niet mee te starten. Maar ja, je ziet toch vaak dat die echte innovatie, dat toch, ja, dat is in ieder geval de praktijk, dat dan toch vaak bij kleinere initiatieven ligt. Ja, dat kan ik me voorstellen. En, maar ik bedoel, ik zou niemand tegenhouden. Hè? Dus, ik denk wel dat het heel slim is om erin te investeren en erin te stappen. Maar je wil wel de eerste zijn, uiteraard. Nee hoor. Die ambitie hebben we duidelijk niet. Waar we trouwens met de vegetarische lager ook niet. Maar we willen wel graag de beste zijn. Ja, de kwaliteit. Dus de meest duurzame. Dus wij kiezen bijvoorbeeld ook om het te doen op basis van gras. Terwijl, voor zover ik weet, zijn we de enige. Die anderen doen dat bijvoorbeeld op basis van suiker, wat makkelijker proces is. Of op basis van mais. Maar gras is het meest duurzame gewas, wat eigenlijk wereldwijd... ja, min of meer van nature kan groeien. Dus we kiezen niet voor om de snelste te zijn, maar de wetenschappers die hierbij betrokken zijn, die zeggen ook van, nou ja, als dit lukt, dan heb je wel de duurzaamste optie. En dan sluit je ook gelijk aan bij de, laten we zeggen, bij de huidige situatie. Die melkveehouders, die hebben natuurlijk allemaal de graslanden. Die hebben hun graslanden. Ja. En die kunnen we gewoon blijven gebruiken. En gras is een gewas wat je... Kijk, en zeker natuurlijk grasland, dat hoef je echt minimaal te bemesten. Dat vraagt ook geen chemische bestrijdingsmiddelen tegen ziektes en zo. Dus het is gewoon een prachtige basis. Ja, mooi. Dus kwaliteit boven alles, ook hier. Ja, kwaliteit, duurzaamheid. Duurzaamheid, ja. Mooi. Ja. Nou, ja, bedankt. We komen langzaam richting het einde van dit gesprek. En vanuit onze studievereniging hebben we vaker dit soort interviews. In die serie heet Food for Thought. En aan het einde van die interviews vragen we altijd aan de persoon die we interviewen of die nog een mooie Food for Thought, dus een stof tot denken heeft voor ons, waar we mee kunnen afsluiten. Ja. Nou ja, toevallig had ik van de week een rare constatering. Daar heeft eigenlijk niks met voedsel te maken. Is dat erg of niet? Nou, dat mag ook. Nee, het viel mij op. Ik ben hier aan het... ik zit hier in een bouwproces. Dat is nu zo'n beetje afgerond. Maar wat mij opvalt, wat er ook zo veranderd is de laatste 50 jaar, zou je kunnen zeggen. Ik kom uit een boerenfamilie, zoals je weet. En mijn vader die had dan vroeger voor zijn werkkleding. Hij kocht dan natuurlijk een zondagspak af en toe. En dat zondagspak werd dan na een paar jaar werd dat door de weekse pak en trui. En dan nog een paar jaar later werd dat zijn werkkleding. Maar wat mij nu opvalt, mijn dochtertje kwam laatst thuis met een nieuwe tuinbroek die ze gekocht had. En er zaten drie gaten in, een nieuwe broek. Want dat is hip. Ja. En die werklui hier, de bouwvakkers, de timmermannen en zo, die zien er allemaal perfect uit. En die moeten er ook perfect uit zijn. Die hebben werkkleding, daar mag geen gaatje in zitten. Dat moet helemaal gewassen zijn, dat moet helemaal top zijn. En in hun vrije tijd, en mensen die nette banen hebben, die lopen allemaal in broeken met gaten. Dan denk ik, nou ja, fijn, wat een waanzin is dat ook weer. Maar ja, goed, typisch mensen. Het is mooi om te zien. Maar het was even een waarneming waarvan ik dacht van... jongens, wat is dit toch ook weer de wereld op zijn kop? Ja. laat de mensen die net de baan hebben... laat die gewoon die werkkleding van die bouwvakkers overnemen... als het voor die werklui niet meer geschikt is. Hè? Ja, waarschijnlijk verlangen ze ernaar om ook zo... misschien is dat het... Dan zijn het echte gaten, tenminste. Hè? Ja, precies. Ja. Misschien is het een gat in de markt. Dat zou fantastisch zijn. Voor mij mag het. Okay. Top. Nou, dankjewel Jaap. Leuk om op deze manier alvast een beetje voorbesproken te hebben en vooruitgeblikt te hebben. Ook op hopelijk de lezing, zoals ik al zei, later dit jaar. En wie weet, en hopelijk zien we elkaar daar. Ja, bedankt voor dit gesprek. Laten we hopen dat het snel kan. Dat zou fijn zijn. Top. Dank. Hey, tot kijk. Jo, doei. Dag. Hoi. Hey.